In 2011 vluchtte de Soedanees Saul Adam naar Nederland. Hij verliet zijn familie, moest zijn carrière als journalist opgeven en ging een onzekere toekomst tegemoet. Met de hulp van vrijwilliger Willem Been van Humanitas lukte het hem om zijn leven in een verrassend tempo op de rails te krijgen. Aan tafel, welkom Saul en Willem Been. Hartelijk welkom, Saul. Ik vind het nog wel, je bent heel erg gewend nu. Haring eten, fietsrijden, maar dat deed je ook al in Sudan, denk ik. Nee. Nee? Nooit. Toch wordt daar wel gefietst. Dat is heel plotbaar. Maar dat heb jij niet gedaan. Ja, maar dat is erg gevaarlijk in Sudan om te fietsen. Ja. En ik heb in Nederland... Ja, we hebben geen soort fietsbaan. Nee. Ja, het is eigenlijk onhandig om daar te fietsen. Maar Saul, het is niet niks om je land achter te laten. Wat was de reden voor jou? Ik was journalist in Sudan en ik maakte onder andere verslagen over de mensenrechten, over de schending van de mensenrechten in Sudan. En vooral over de oorlogsmisdaden in conflictgebieden in Sudan, bijvoorbeeld Darfur. Ja. Denk aan marteling en verkrachting en andere onmenselijke praktijken. Ik heb een aantal voorbeelden meegenomen. Ja, van je kranten waarin je schreef. Ja. Ik was eigenlijk hoofd van de nieuwsafdeling van een bekende krant in Sudan. Dus volgens mij is het niet leesbaar voor de kijkers. We kunnen het niet in het Arabisch geschreven. Ja. Maar de foto's zijn duidelijk. Dit is dus eigenlijk verslag over de aanval van de Soedanese leger. En daarvoor in de ik ben al eens in Sudan geweest. Ik ken de situatie een beetje. Maar wat spreek je trouwens fantastisch Nederlands. Even complimenten tussendoor. Echt heel goed. Wat moet het ontzettend moeilijk zijn om dan in één keer in een heel vreemd land te komen en alles weer op te bouwen. Maar dan krijg je hulp bij van Willem. Willem, jij werkt voor Humanitas. Wat kan jij nu betekenen voor iemand als Saul? Nou, ik ben dan vluchtelingencoach. En op het moment dat zeg maar een bericht komt dat Saul in Groningen zou komen te wonen. Dan hebben we contact met elkaar gemaakt en dan gaan we gewoon allerlei afspraken maken. Over huurcontract tekenen, huis, dus de hele huisvesting, ook de inrichting daarvan. Ook de hele de energielevering, al die dingen, praktische dingen die er omheen zijn en die erbij komen. En alle toeslagen aanvragen. Nou, daar het ben je. Het klinkt eigenlijk zo eenvoudig, maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Nee. En je hebt hem ook geholpen, want je studeert nu rechten. Ja. Heeft Willem je daarbij de juiste richting geduwd? Of hoe is dat gekomen? Ja, tuurlijk. Het was duidelijk voor mij dat onderwijs is de beste manier om integreren in Nederland. Ja. Ik begon gelijk informatie over het onderwijssysteem in Nederland te verzamelen, analyse te maken. En daarvoor heb ik veel met Willem over gesproken. En ik heb gewoon de besluit genomen om te starten met de studie. Ja. Ja, en met goed gevolg. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dan zit je met je 35 jaar, begin je aan een hele nieuwe studie. Je hebt net je propedeuse gehaald, recht. En een aantal mensen op de universiteit willen wat tegen jou zeggen. Kijk even. Inmiddels heb je je propedeuse behaald en zit je eigenlijk al halverwege het derde jaar, waarmee je bijna je bachelordiploma op zak hebt. En namens alle studieadviseurs wil ik graag zeggen dat we ontzettend trots zijn op jou. En dat we je voor eigenlijk het komend studiejaar niet meer willen zien, behalve op het moment dat jij je handtekening zet op je bachelordiploma. Doei doei uit Groningen. Wij maken ons druk om de prijs van bier en om hoe laat de kroegen sluiten. En dat is niks vergeleken bij wat jij allemaal hebt meegemaakt. We kennen elkaar nu 2,5 jaar. We hebben samen tentamens gehaald. Jammer genoeg ook tentamens niet gehaald. Maar ik wil gewoon dat je weet dat ik en heel veel anderen echt onwijs trots op jou zijn. En dat we echt alleen maar respect voor jou hebben. Echt waar. En we zien elkaar snel weer. Doei! Nou, dat is heel zoet, hè? Dat is wel echt... Wow. Ja, je bent natuurlijk ook een voorbeeld, denk ik. Ik vind het... Ik heb echt bewondering voor je. Maar ook voor jou, Willem, als medewerker van Humanitas. Humanitas.
dankzij de steun ook van de Postcode Loterij kan jij je werk doen. Ja. Ga vooral zo door. Ik wens jullie heel veel geluk. Zet hem op. Maak er iets moois van. En dank je wel voor je verhaal hier. Ja, dank je wel.